zaterdagmiddag 17 minuten over 5. En dat betekent dus dat Paula ons zo dadelijk gaat vertellen wat we vandaag kunnen zien in Alles Kids. Allemaal, het is weer even na vijven, dus tijd voor Alles Kids. Vandaag met de Droomshow, een nieuwe Lava Lava en Skytrackers. In Skytrackers komt Tony terug uit Amerika. En hij neemt iemand mee van de Amerikaanse televisie. En zij wil dat Tony met haar mee teruggaat naar Amerika. Ze willen een televisieberoemdheid van hem maken. Maar zou dat zomaar kunnen? En hoe word je eigenlijk beroemd? Zo dadelijk hoor je daar meer over. We gaan nu eerst spoken in de Droomshow. Ben je sportief en heb je lef? Go, go, go! Voor deze knettergekke, supersnelle, knallende show. Je eindigt in de prijzen of met derde op je kop. De Droomshow begint. Zet hem op! Zet hem op de Droomshow! Go, go! Zet hem op de Droomshow! Go, go! De Droomshow! Hoog wel edel geëerd publiek. Welkom bij de AVRO Droomshow. En hier is ze weer. De presentatrice van uw dromen, Judith de Bruis. Hallo allemaal, we zijn er weer. De leukste, gekste en enige echte kindershow van Nederland is terug van weg geweest. Gaan een spannende wedstrijd spelen in het angstaanjagende, griezelige en altijd weer verrassende spookslot. Drie huiveringwekkende opdrachten staan hen daar te wachten en tot slot de verschrikkelijke Derry Douche. En als ze winnen, dan mogen ze naar de prijzenplaneet, het eindspel, en dat daar schitterende prijzen te winnen zijn. Dat zie je straks, maar eerst ga ik je voorstellen aan de teams van vandaag. Om te beginnen, Brenda en Carla. Twee melige nichten, lijken totaal niet op elkaar en hebben nooit ruzie. En ze heten de Hittepetitten. Hoi! Zeg, wat zijn nou de sterke kanten van jullie als team? Of nou, ja, Carla die is goed in gym en Brenda is weer in ballet. Oh, dat zou wel van pas kunnen komen, denk je. Nou, lenig. Goed. Jullie wonen niet in dezelfde plaats, hè? Nee, ja, het scheelt niet veel. Wat? Het scheelt niet erg veel, hoor. Waar zien jullie elkaar dan? Gewoon bij familie. Ja, bij opa en oma. Bij opa en oma? Ja. En klopt dat wat ik gehoord heb, dat jullie dan graag met je rouwdouwen in oma's bed? Ja. Ja. En doet oma dan ook mee? Nee, dat niet. Goed, heel veel succes vandaag. Zal ik jullie tegenstanders laten zien? Goed. Ja. Oké, nou hier komen ze hoor. Het zijn Klaas, Jan en Maarten. Ze haten spruitjes, maar ze zijn gek van computers. En daarom heten ze natuurlijk de Computerfreaks. Zeg, hoe noemen ze jullie nou in de klas? Een bepaald soort bijnamen hebben jullie, hè? Oh ja, Brouwer en Bolhuis. Brouwer en Bolhuis. Maar wat dacht je nou van Brouwer, Bolhuis en De Bruin? Of nee. De Bruin, Brouwer en Bolhuis. Lijkt me beter. Nee. Nee? Absoluut. Mag ik jullie meedoen? Nee. Nou ja, hey, klas heeft jullie goed geholpen, hè, met de voorbereiding. Ja. Wat hebben ze gedaan? Nog spandoeken maken. Hebben ze ook een jel verzonnen? Ja. Laat ze horen. De jel? Weten ze niet. Wat? Hebben jullie geen jel? Nee. Nou, die moeten jullie zomaar even snel verzinnen, want die hebben ze hard nodig, toch? Ja. Want jullie willen ook winnen. Goed, ik laat jullie natuurlijk niet alleen in dat enge spookslot. Ik heb twee hele lieve, schattige, kindvriendelijke assistenten voor jullie. Hier zijn ze weer. Assie en Stent. We kunnen bijna beginnen, maar die prijs, ik zei het net al, daar gaan we eerst nog even naar kijken. Met dit flitsende horloge kom je overal op tijd.
alles over vampiers, weerwolven en heksen in het griezelen handboek. Verras je familie met je eigen goocheltrucs. En dan een komisch spel om met je vrienden te spelen. Dit waanzinnige Dracula-masker jaagt iedereen de stuipen op het lijf. En wat dacht je hiervan? Batman en zijn Batmobile. Hoe slim ben je eigenlijk? Test het met dit computerspel. Alsof je echt in je eigen Formule 1-auto zit op het circuit. Zulke foto's heb je nog nooit gemaakt. Echt driedimensionaal. En dan de hoofdprijs. Deze unieke Shockwave cassette recorder laat voelen wat je hoort. Feel the beat. Mooi, hè? Zullen we beginnen met het eerste spel? Ja. Oké, gaan. Wij hebben een fiets, maar heksen hebben natuurlijk iets speciaals. Namelijk een bezemsteel om mee naar de supermarkt te gaan. En die staan hier, twee dolgedraaide bezemstelen. Vanaf die bezemstelen moeten de teams de spinnen uit de lucht gaan vissen. En die moeten teruggebracht worden naar hun web. Nou, dat doen Carla en Klaas-Jan hier. Maar pas op, want die bezemstelen zijn behekst en gaan steeds sneller en sneller en sneller draaien. En van daaruit kan je terechtkomen in de glibberige, kwijlerige, vleesetende planten. En bovendien kan je weer helemaal opnieuw beginnen met je spin, dus blijf maar goed zitten. Anderhalf minuut hebben jullie de tijd en we gaan nu voor jullie aftellen. 3, 2... Oh nee, Maarten gaat er meteen in. Sta snel op en kom terug. En Carla heeft de eerste op het web zitten. Dat gaat goed. De volgende ligt alweer klaar. Oké, tweede poging. Ja, fout gaat ook weer. Geef niet. Ga maar weer op. Ga door. Maakt niet uit. Oh, hij staat in. Gaat een nieuwe. De spin van Maarten is gevallen. Hij moest nog even wennen. Maar hij komt nu toch goed opgaan, alsjeblieft. Een spel. We gaan gauw tellen om te beginnen bij de jongens. Kom maar hier, hè, jongens. Want wat hebben jullie gemaakt? Dus even kijken om te beginnen. Tellen jullie mee, publiek? 1, 2, 3, 4 spinnen voor de computerfreaks. Goed gedaan, hoor. Prima. En dan de meisjes. Oh, dat ziet er vol uit. Dat we hebben ze even tellen. We beginnen bovenaan. En 1, 2, 3, 4. 6, 7 spinnen voor de hele.